Dames en heren, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van ACV TV. De komende weken zullen wij de nieuwe spelers van ACV 1 aan u voorstellen. En naast mij staat een nieuwe keeper, Hendrik Snijders. Kun jij zeggen wie Hendrik Snijders is? Hendrik Snijders is een jongen van 28 jaar. Zijn hele leven aan het voetballen. En dit jaar voor het eerst bij ACV, bij de selectie. Ja, als ik goed geïnformeerd ben, kom je van Pickwick. Ook een echt mooie traditionele vereniging. En je kreeg de kans om naar ACV te gaan. Wat dacht je toen? Toen dacht ik, dat is voor mij weer een stap hogerop. Ten eerste natuurlijk van het zondag naar het zaterdagvoetbal. Ja. Zaterdagvoetbal staat altijd iets hoger aangeschreven. Ja goed, en voor mij weer een nieuwe uitdaging om weer bij een nieuwe club iets op te bouwen. Ja. En dan ben je hier een aantal weken, een aantal wedstrijden achter de rug. Ook minuten gemaakt, heb ik gezien. Hoe bevalt het je bij ACV? Ja, het bevalt heel goed. Hele goede groep, een leuke groep. Gaat goed met elkaar om, onderling. Goede trainer, goede keeper trainer. Dus de eerste indruk is heel goed. De wedstrijden die we hebben gespeeld hebben een goed niveau gehaald. Dus qua niveau zit het in de selectie ook wel goed. Oké, dat zijn opgetogen antwoorden. Dan wensen wij van ACV TV en onze kijkers wensen jou een geweldig seizoen toe. Blijf nog even bij me staan. Dames en heren, dit was ACV TV voor vandaag. We hebben aan u voorgesteld de afgelopen week de nieuwe spelers van ACV 1. En ik zeg graag tot de volgende keer.